Hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal gekomen zijn om naar Unpack te luisteren. Ik ben Marius Appelman. Veel van jullie zullen mij misschien al kennen. Ik ben oprichter van Rikshaw Travel. Ik ben er 20 jaar geleden mee begonnen, 22 jaar om precies te zijn nu. En in het begin hield ik mij bezig met het maken van reizen, onder andere het maken van websites en het creëren van nieuwe concepten. En geleidelijk aan ben ik steeds meer in het management van het bedrijf beland en kwam ik eigenlijk niet meer zo toe aan het echt creëren van reizen. En later, toen ik eigenlijk 1,5 jaar geleden, ben ik gestopt als directeur van het bedrijf. Nu kom ik eigenlijk in de fase dat ik echt weer de dingen kan gaan doen die ik het allerliefste wil gaan doen. En zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen om met een nieuw reisconcept te beginnen. Unpack. En het gaat dan eigenlijk over reizen die net even een stapje verder gaan dan onze gewone reizen. Zodat ik zelf eigenlijk mijn hart en ziel daarin kan leggen. Maar ook dat we voor Rikshaw eigenlijk een categorie reizen kunnen maken die ook voor repeat klanten weer extra interessant kunnen zijn. Nou, ik doe dat niet alleen, ik doe dat ook met een partner van mij. En ook met lokale teams waar wij vanuit werken. We hebben die naam Unpack hebben we ook niet toevallig bedacht. De Unpack staat ook heel erg voor een nieuw soort reiservaring waar je eigenlijk heel veel van jezelf achterlaat thuis en op een nieuwe manier weer een soort onbevangen kan starten met reizen. En zulk soort reizen probeerden wij te maken. We werken dan eigenlijk in 3 bestemmingen op dit moment. En in iedere bestemming hebben we dan een klein agentje uitgezocht. Die hoort niet tot ons normale netwerk van Rikshaw. Maar die werken dan met ons mee als een soort lokale chefs. En omdat ze klein zijn en niet gebruikelijk, om het zo maar te zeggen, dan kunnen ze een beetje out of the box werken. En komen we ook tot reizen die nog wat verder gaan dan wat we normaal doen. En ook anders zijn dan wat we normaal doen. Want een van de dingen die we doen bij Unpack is dat we nadenken over het land, over het verhaal wat daar is in het land, wat er gebeurd is in de geschiedenis, wat er nu aan de hand is, wat de essentie is van wat daar geleerd is. En de reiservaring proberen we dan in die context te plaatsen, zodat je ook wat dieper gaat in de bestemming. Het is natuurlijk altijd al de bedoeling van Rikshaw geweest om dicht bij de bestemming te komen. Nou, dit is heel dicht bij de bestemming. En het is voor ons ook extra leuk om dat zo te doen. En omdat we willen dat het onbevangen blijft en dat je lekker in het nu blijft zitten, openen we eigenlijk het verhaal per hoofdstuk. Dus als je op reis bent, je bent bijvoorbeeld 3 dagen verder en je bent eigenlijk op punt om naar een andere plek te gaan, dan pas krijg je te zien wat je gaat doen. En op die manier kun je lekker in het nu blijven en echt helemaal focussen op wat er zich afspeelt. Nou, waarom is Unpack bijzonder? Of waarom vinden wij het bijzonder? Er zijn een aantal dingen die we erin hebben gestopt. Kijk, omdat het een concept is wat vooral ook voor repeat klanten bedoeld is, ook wel voor nieuwe klanten, doen we wel wat highlights van het land erin. Maar als we ze erin stoppen, dan doen we ze heel anders dan wat je normaal gesproken al zou hebben kunnen ervaren. Of we vermijden de highlight helemaal. En vooral als het een toeristische tourstrap-achtige ding is, dan gaan we daar gewoon met Unpack helemaal niet heen. Maar er zijn vooral ook heel veel originele plekken en ervaringen opgenomen in de reizen. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat we naar de uithoeken van het land hoeven te reizen om die plekken en ervaringen te vinden. Want dan ga je ontzettend veel kilometer vreten. En dat hoort ook weer niet zo bij de Unpack-ervaring. Maar er is wel heel veel originaliteit. En wat ook wel een beetje anders is dan anders zijn de gidsen die we gebruiken. We zijn heel erg op zoek geweest naar wat zijn nou gidsen die iets extra's kunnen bieden, die zelf gewoon waar gewoon iets van uitgaat, waar je gewoon blij van wordt. Maar ook gidsen die wat meer de diepgang kunnen halen in het verhaal en je kunnen meenemen in wat er daar gebeurt. We noemen die mensen travel artist, met een mooie naam. Maar dat is toch een beetje een ander soort gids dan we normaal inzetten. En die kunnen je dus ook meenemen in dat wat diepere begrip van het land.
Bij Unpack is het ook zo dat het heel exclusief en individueel georganiseerd is. Bij Rikshaw doen we altijd individuele reis, maar wat we nog wel vaak doen, is dat als je bijvoorbeeld de jungle ingaat of je gaat een van de intensieve excursie aan, dan sluit je vaak aan bij een groepje. Nou, bij Unpack is dat niet zo. Dan is het, je blijft altijd individueel en heel kleinschalig dat beleven. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld de accommodatie ook nog kleinschaliger kan. Unpack is sowieso een beetje een niche concept van ons. Dus we verwachten ook niet hele grote aantallen. En daardoor kunnen we bijvoorbeeld ook soms wel eens in een hotelletje zitten waar maar 2 kamers zijn of 4 kamers of iets dergelijks. En bij Rikshaw is dat toch iets moeilijker, omdat je dan dan te veel packs hebt eigenlijk om dat naast elkaar allemaal georganiseerd te krijgen. En wat we ook vinden, maar dat is natuurlijk ook voor iedereen ter beoordeling, is dat we met Unpack nog meer reiswaarde voor het geld kunnen geven. Unpack is gewoon wat duurder dan een normale reis, niet extreem veel duurder, ongeveer 50% duurder. Maar we werken eigenlijk met een lagere marge, zowel aan de Rikshaw-kant als aan de agentkant. En dat kan ook omdat we verwachten bij zo'n verrassingsconcept dat je daar relatief weinig tijd aan hoeft te besteden. Want je weet eigenlijk niet wat je gaat doen, dus je kan ook niet vragen om 4 alternatieven van ons. Eigenlijk wat we doen is dat we even in gesprek gaan met je over wat je al gezien hebt. We weten ook als je al bij Rikshaw hebt geboekt natuurlijk al waar je naartoe bent geweest. Wat voor soort reiselementen je het meest waardeert willen we natuurlijk weten. En dan gaan we de reis een beetje aanpassen. Maar het is niet zo dat we totaal nieuwe reizen voor iedereen maken. Want daar is het eigenlijk te intensief georganiseerd voor, zou je kunnen zeggen. En wat je dan krijgt in zo'n verrassingsconcept is eigenlijk een beetje zoals je dat hebt als je bijvoorbeeld gaat eten ergens bij een restaurant waar je vertrouwen in hebt en er is een chefsmenu, dan krijg je vaak het eten op tafel gezet wat de chef zelf het beste kan koken. En soms is het wel eens iets wat je zelf niet zou willen bestellen. Omdat je dat meestal vermijdt op de menu. Maar vaak verrast het je dan toch hoe fijn het is om dat te eten. Omdat de chef dat nou eenmaal op een hele bijzondere manier heeft bereid. En dat is bij dit soort reizen natuurlijk ook wat we proberen te doen. Buiten dat we natuurlijk ook wel uit ervaring weten wat voor soort dingen mensen over het algemeen heel erg appreciëren in reizen. En als je daar dan vertrouwen in hebt en je denkt, nou Rikshaw die kan dat, die maakt altijd hele mooie reizen en dit is waarschijnlijk nog bijzonderder. Dan word je dus ook beloond met de extra waarde die in reiservaringen kan worden omgezet. En aan jouw kant is het dan ook zo dat je veel minder uitzoekwerk hebt, want het heeft niet zo heel veel zin om er heel erg op in te lezen of allerlei varianten uit te proberen. En je kan dus vrij snel ook tot een reis komen. En dat is tegenwoordig ook wel heel fijn, omdat we toch best wel vaak horen dat mensen het aangaan van reizen, het organiseren van reizen, zelf ook gewoon veel werk vinden en best wel een beetje gedoe vinden. Nou, we doen Unpack doen we in 3 bestemmingen. En ik ga ze alle 3 even langs. Ik kan natuurlijk niet de precieze inhoud gaan vertellen van deze reizen, want dat zou het weggeven. Maar ik kan wel een klein beetje gevoel geven van wat voor soort dingen er gaan gebeuren. Ik begin met Sri Lanka. Sri Lanka is een heel paradijselijk eiland. Het is heel groen. Het ziet er fantastisch uit, heel exotisch. Je kan er heerlijk eten. Maar op de diepere laag is er ook wel heel veel gebeurd met Sri Lanka. Er zijn burgeroorlogen geweest. Er is heel veel armoede. Er is een tsunami overheen geweest. Er zijn allerlei rampzalige dingen gebeurd, zou je kunnen zeggen. En dat heeft iets gedaan met de mensen. Mensen zijn er ook altijd weer teruggeveerd. Ze hebben steeds weer, zijn weer in staat geweest om weer verder te gaan. En eigenlijk als je goed oplet, dan proef je dat ook heel erg bij de cultuur tijdens de reis. Dus dat willen we ook op een aantal punten naar boven halen. Dus dat betekent ook dat deze reis gaat soms ook een beetje langs de ruwe randjes van de maatschappij. Maar voor een groot deel is het ook gewoon enorm genieten van de soort dingen die Sri Lanka te bieden heeft. En qua COVID is het zo dat Sri Lanka nu redelijk COVID-vrij is. Ze hebben heel lage besmettingen en er zijn ook weinig COVID-beperkingen meer als je reist. Dat is eindelijk zo, want dat is eigenlijk nog maar
sinds kort. Het is wel zo dat op dit moment wat een en ander aan de hand is in Sri Lanka. Er zijn wat politieke onrust en conflicten. Zijn aan de hand. Tot nu toe heeft dat de reizen nog niet beïnvloed. We hebben net eigenlijk een testreis gedaan van Unpack. Mensen zijn net terug. Die waren laaiend enthousiast. Die hadden eigenlijk ook helemaal niks gemerkt over wat er gaande was. Maar mocht er nog dingen gaan ontstaan, als stakingen of demonstraties of zo die kunnen optreden, dan proberen we dat tijdens de reis te vermijden. Er is zelfs nu ook een avondklok afgekondigd. Dus dat is nou niet weer heel gezellig. Maar het is wel zo dat een groot deel van de plekken die we aandoen is op locatie. En zal je dus in de avond over het algemeen niet per se een stad in hoeven of naar andere plekken hoeven waar die avondklok eigenlijk van toepassing is. Maar goed, het is wel iets om in de gaten te houden de komende tijd. Nou, deze reis begint met Colombo. Dat is eigenlijk al bijzonder, omdat Colombo in heel veel Sri Lanka-reizen helemaal niet wordt aangedaan. De meeste reizen beginnen in Negombo, omdat het praktisch is bij het vliegveld. En we gaan vrij diep Colombo in en op allerlei manieren Colombo ervaren. Zowel koloniaal als ook een beetje in de authentieke delen van de stad waar de mensen wonen en leven. En dan gaan we op reis het eiland op. En het is niet een typische rondreis met een auto met chauffeur, zoals dat eigenlijk in bijna alle Sri Lanka reizen gebeurt. Maar we reizen met van alles. We reizen met treinen, stukjes met de auto, een stukje met de tuk-tuk. En we zetten zelfs een klein vliegtuigje in. Ook een beetje in de poging om het hoeveelheid kilometervreet een beetje te beperken. Want Sri Lanka is op zich niet zo heel groot. Het is zeg maar twee keer Nederland. Maar je kan er toch nog gemeen veel kilometers afleggen en veel tijd besteden, vooral op de weg, omdat het vrij kleine wegen zijn, het kronkelt en doet. En daarom proberen we dat echt een beetje compact te houden en ook met slim vervoer je te vervoeren. Je komt een aantal highlights tegen die heel anders zijn. En dan kom je ook in een uniek nationaal park waar bijna nog niemand is geweest. Daar gaat de wifi uit en dan heb je geen verbinding meer met de buitenwereld van een paar dagen. En dan kan je bijvoorbeeld een bezoek brengen aan de laatste Vedda mensen. Dat is ook een voorbeeld die we bij Unpack naar boven halen. De Vedda's zijn aboriginals, eigenlijk de oorspronkelijke bewoners van Sri Lanka. En later in het verhaal zijn de Vedda's eigenlijk gaan mixen met de importmensen die uit India kwamen. En dus daar zijn er eigenlijk allerlei nieuwe bevolkingsgroepen ontstaan. En de Vedda-mensen die leven ook nog heel traditioneel, deels weten ook heel veel van de natuur. En het is leuk om dat mee te maken. Je slaapt op allerlei grappige plekken. Het slapen is sowieso altijd bijzonder bij Unpack. Daar hebben we heel veel tijd en moeite in gestoken. En in Sri Lanka varieert dat eigenlijk van een jungle tent tot een estate. Tot af en toe is bij een familie thuis, soms midden in de natuur op een afgelegen plek, soms aan het strand bijvoorbeeld. En, dus dat is wel een hele bijzondere set van verschillende ervaringen geworden. En de testklanten die vonden dat op het algemeen echt juweeltjes waar we verbleven. Dus daar waren we ook heel blij met die feedback. En we proberen op sommige plekken ook iets meer gronding te brengen. Niet alleen maar van A naar B hard te reizen, maar dat je ook echt ergens bent en bijvoorbeeld wat dieper in de natuur kan doordringen of bijvoorbeeld in een ritueel, in een tempel, iets meer echt te zijn waar je bent en het gevoel daarbij op te halen. We gebruiken karaktergidsen die ook veel doen met voedsel en ook met de lokale drank, want die hoort er ook bij. Dus dat is eigenlijk een beetje het belangrijkste van Unpack, van wat ik kan weggeven. De foto hiernaast is trouwens een waterval op de estate waar je ook overnacht. Dat is gewoon in een prachtig natuurgebied. En een stukje verder in die waterval kan je zelfs ervan afglijden. Dat is een hele grappige plek om te zijn. Oké, dan ga ik over op Thailand. Thailand was eigenlijk voor mij en het team een van de moeilijkste bestemmingen om te doen met Unpack. Eigenlijk voor de doodeenvoudige reden dat Thailand eigenlijk voor een groot deel al uitgepakt is, zou je kunnen zeggen. Ik ben er zelf misschien wel 10 of 15 keer geweest. En er zijn ook behoorlijk veel toeristen geweest in Thailand.
Dus om het naar een level te brengen dat je echt denkt unieke ervaringen aan te boren, was uitdagend. Maar ik kan wel zeggen dat het heel goed is gelukt. Ja, de Thailandreis is ook voor mensen die al vaak in Thailand zijn geweest echt heel uniek. En wat je allemaal tegenkomt, zal je ongetwijfeld voor het overgrote deel nog niet hebben meegemaakt. Dus dat is al sowieso een grappig fenomeen. Nou, het verhaal van Thailand begint eigenlijk een beetje met de puurheid in de geschiedenis van Thailand. Er zat een mooie, naïeve periode, zou je kunnen zeggen, waar mensen geloofden in het koningshuis. Die werden ook een beetje als halfgoden gezien. En ze vonden, zeg maar, ze voelden best wel verbonden met het pure verhaal van de royalties en hoe die leefden. En er waren heel veel feesten en de manieren om daarop proberen aan te haken. Maar geleidelijk aan werd die puurheid steeds meer aangetast, doordat de soldaten kwamen, bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, maar ook later bijvoorbeeld in de Vietnamoorlog. Met die soldaten kwam ook een heel andere vibe mee. Er kwam ook een beetje sleazy kanten aan Thailand. En daarna kwam het massatoerisme op gang, waardoor Thailand ook behoorlijk is aangetast en soms beschadigd. En moest er echt een nieuwe balans gevonden worden. Ook politiek gezien is er veel aan de hand in Thailand. Met de gele en de rode shirts en de multi-beweging die aan de haal is gegaan. Dus je kunt eigenlijk heel veel op reis daarvan ophalen en merken van wat daar is. En de ervaring is eigenlijk dat veel reizigers die naar Thailand gaan vaak niet zoveel referentie hebben over wat er in het land gaande is en wat er is gebeurd. Dus wij zoeken dat. We beginnen ook weer in Bangkok. Dat geven we natuurlijk ook gewoon weg, want dat ligt voor de hand. In Bangkok hangt het ook heel erg van af wat je al gezien hebt. We krijgen allerlei verschillende opties. Bijzondere routes die we hebben uitgestippeld. Waar je in Bangkok op verschillende manieren met Bangkok eigenlijk in aanraking kan komen. En daarna ontstaat er een soort avontuurlijke tocht over land. Met een aantal unieke activiteiten en dingen die je tegenkomt. Dus het is een soort roadtrip. Er wordt niet gevlogen. Maar je gaat eigenlijk stapsgewijs steeds dieper het land in. En daar gebeurt dan van alles. Je gaat hiken, kajakken. Je gaat veel varen met de longtails. Je gaat met de trein, met de auto, met de tuk-tuks. Je slaapt op allerlei plekken op z'n thuis. En natuurlijk ook drijvend, maar dan wel weer heel uniek. Op een onbewoond eiland, maar ook in een paar hele bijzondere boutique hotelletjes die we hebben gevonden. En daar kom je ook van alles tegen, zoals zeezigeuners bijvoorbeeld, veel ongerepte natuur, tempels en allemaal van dat soort plekken. En net als bij Sri Lanka hebben we ook gezocht naar plekken die die gronding kunnen geven. En er zit ook veel local feel in, contact met lokale Thai die op een bijzondere plek wonen en waar je het verhaal even een tijdje van kan meemaken. Een beetje zoals in het programma van Go to the End of the World. Heb je dat gevoel hier soms ook een beetje. En we eindigen op een uniek eiland. Toen ik 30 jaar geleden voor het eerst in Thailand kwam, toen had je veel van dit soort eilanden waar je echt het idee had dat je heel afgelegen zat. En er was misschien één guesthouse en er was vooral heel veel strand waar je met blote voeten overheen kon lopen. En dat gevoel is op veel eilanden een klein beetje kwijtgeraakt doordat er veel toeristen kwamen en veel ontwikkeling ontstond. Nou, op dit eiland vind je eigenlijk weer dat hele oorspronkelijke gevoel. En we blijven daar dan ook eventjes. Dus dat is een beetje in een nutshell wat er in Thailand zich zo wel voltrekt. Ja, en dan gaan we door naar de derde en laatste bestemming. En dat is Japan. En het grappige was dat Japan is eigenlijk voor Unpack relatief makkelijk om te doen. Omdat Japan zo'n mysterie is voor veel mensen en eigenlijk ook zo weinig is ontdekt van Japan, dat om het uniek te maken en een aantal plekken aan te doen die mensen niet kennen en waar andere ervaringen ontstaan, is eigenlijk relatief om de hoek, zou je kunnen zeggen, in Japan. En het verhaal gaat daar eigenlijk ook een beetje over. Opening the door of Sakaku.
Sokoku gaat eigenlijk over de Nederlanders die in de 17e eeuw in Japan zaten op een kleine eilandje de Shima. En die mochten af en toe de deur, ging dan op een kiertje en dan mochten ze eventjes Japan op om iets te zien van de cultuur. Maar het grootste deel van de tijd moesten ze eigenlijk op dat kleine eilandje blijven geïsoleerd van wat Japan was. En het gevoel wat wij hebben bij het maken van deze reis is dat dat eigenlijk nog steeds wel een beetje zo is. Is dat voor de gemiddelde toerist, die gaat naar de obvious plekken, zeg maar, in Japan, die komt niet zo heel veel verder dan dat kiertje in de deur. En onze opdracht met deze reis was om gewoon toch echt een heel stuk verder te komen. Nou, en ik denk dat dat ook goed uit de verf is gekomen. Wel een uitdaging bij Japan is dat qua COVID-maatregelen zit het nu eigenlijk nog steeds dicht. En we hopen op een opening in de zomer, maar dat is nog lang niet zeker of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Voor het najaar zijn we wel redelijk zeker dat Japan gewoon beschikbaar is. Moet ik er ook bij zeggen dat de zomer is ook niet de meest ideale tijd voor Japan qua weer, omdat het behoorlijk warm is in de zomer. Ik ben zelf ook in de zomer geweest. In de steden kan het dan ook wel warm zijn dan 35 graden, dus dan wordt het behoorlijk klam. Het is wel bereisbaar, maar het is niet de meest ideale tijd. Dus eigenlijk het voorjaar en het najaar zijn het meest ideaal. En nou, het voorjaar is natuurlijk prachtig met de kersenbloesemtijd, maar ook wel wat drukker. En dan hou je het najaar over. En dat is misschien wel voor de gemiddelde unpackreiziger wel de time to go. Nou, wat voor soort dingen ga je dan doen? We gaan sowieso, en dat geven we ook gewoon weg, want dat hoort echt bij een Japanreis, gaan we naar Tokio en Kyoto. De twee bekendste plaatsen in Japan. En dat doen we ook bewust omdat we weten dat er ook, zelfs als je al een keer in Japan bent geweest, zijn beide plaatsen zo veelzijdig dat je daar eigenlijk nooit uitgekeken raakt. En dat we heel makkelijk dingen kunnen brengen die een bepaalde uniciteit hebben. We bieden trouwens het programma van Japan bieden we ook aan met een apart voedselpakket. Of een, zeg maar, een soort upgrade voor food. Omdat voedsel in Japan eigenlijk een soort gateway is naar de cultuur. En je kan op een fantastische manier Japan beleven door, zeg maar, de keukens te ervaren en ook de rituelen die rondom het voedsel is. Die worden vaak met veel aandacht en kwaliteit opgediend. En het hele sfeertje daaromheen zegt ook heel veel over Japan en hoe ze met dingen omgaan. En nou moet je natuurlijk toch eten. En Japan is natuurlijk niet zo'n goedkoop land. En dus het is ook waarschijnlijk gewoon echt een aanrader om dat voedselpakket erbij te nemen. Zodat je... Een voedselpakket klinkt een beetje alsof het heel eenvoudig is en dat het meer voor arme mensen is. Maar zo bedoel ik het niet. Het is echt een food splurge. En is eigenlijk een verdieping naar de foodcultuur van Japan. Nou, in Tokio doen we daar sowieso heel veel mee, want er zijn meer dan 60.000 restaurants. Met heel veel verschillende keukens. Dan denk je misschien... sushi en teriyaki of zo. Maar er zijn eigenlijk talloze onbekende keukens in Japan die je in het Westen eigenlijk niet terugziet. En dus daar doen we veel mee. Wij gaan natuurlijk ook buiten de food, ook diep de Tokio'se wijken in met unieke verhalen. En Kyoto is ook heel bijzonder. Vind ik sowieso een fantastische stad. En in Kyoto heb je eigenlijk een deel waar ook de geisha-cultuur is en waar de oude huisjes zijn, waar heel veel toeristen naartoe komen. Die vermijden we eigenlijk een beetje. Maar zijn er een aantal andere delen in Kyoto die nog heel uniek zijn gebleven, waar je eigenlijk ook de geisha-cultuur terug kan vinden. Maar dan heel anders en zonder de knippende fototoestellen van de Aziaten eromheen. Dus dat hebben we geprobeerd ook te vinden. En er zit ook veel intimiteit in Kyoto. Bijvoorbeeld hele kleine restaurantjes waar misschien maar 5 mensen kunnen eten. Die een beetje moet zien te vinden en waar je ook op uitnodiging naar binnen mag. Maar behalve de grote steden
Gaan we ook naar heel veel authentieke en landelijke plekken, waar we dan wat dieper proberen door te dringen op wat daar is en ook een beetje een gronding te vinden. Bijvoorbeeld in de Japanse baden, de onsens, ook in de tempel en een aantal rituelen die we proberen mee te maken tijdens deze reis. En eigenlijk is de hele reis is vrij compact. Het is allemaal op het hoofdeiland, dus we gaan niet naar alle uithoeken van Japan en naar alle soorten eilanden toe. Omdat de basisreis is 2 weken en we vinden dat in 2 weken eigenlijk fantastisch veel te vinden is op het hoofdeiland. Zij het wel vaak op plekken die iets minder voor de hand liggen. Maar als de reis verlengd wordt, is het ook mogelijk om een aantal andere eilanden aan te doen. Je kunt ook zelf aangeven dat je bijvoorbeeld naar een ander eiland zou willen. En dan kunnen we daar wel een goede invulling aan geven. Nou, qua slapen is Japan ook heel anders dan anders. In Japan slaap je vaak op de grond. Dat klinkt dan heel eenvoudig. Maar dat is dan in de setting van een hele, zeg maar een symmetrische kamer waar veel aandacht is besteed aan het uiterlijk van die kamer, al zie je dat er niet aan af. En dan worden er futons uitgespreid op de grond. En dan eet je vaak met kleine tafeltjes daaromheen. En zo wordt eigenlijk een hele Japanse setting gecreëerd om heel gegrond te kunnen slapen. En dat kan bijvoorbeeld in de ryokans, dat zijn wat luxere versies van de Japanse hotels. Of in Minshuku's, dat zijn wat meer eenvoudige guesthouse-achtige dingen die je meer op het platteland vindt. Maar we zorgen er ook voor dat je niet alleen maar in Japanse dingen op de grond hoeft te slapen, want dan op een gegeven moment wordt dat ook weer een beetje eenzijdig. Er zijn ook heel veel andere dingen uitgezocht, waaronder bijvoorbeeld een keer slapen in de tempel en in de boerderij. Ja, dus dat was even het belangrijkste over Japan. Oké, nou kom ik een beetje verder in mijn presentatie. We gaan trouwens aan het eind van de presentatie gaan we het wat interactiever maken met al jullie vragen via de chat. Dus hou die nog heel eventjes in je achterhoofd. Dan kun je die straks gaan afvuren op mij. En dan ga ik ze zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Dus ik had al even aangestipt dat Unpack wat duurder is dan de reguliere rikshaw reizen. En dat ik ook vind dat Unpack wat meer waarde creëert dan normaal. En het is met name duurder, omdat er wat meer belevingen in zitten, dat het kleinschaliger is, dus ook exclusiever. Hotels zijn over het algemeen iets luxer, hoewel dat ook wel kan variëren. Want als we bijvoorbeeld een fantastische plek vinden waar je beter even in een tentje kan slapen of in een eenvoudige hut, omdat het nou eenmaal zo'n fantastische beleving is, dan willen we die er ook wel in stoppen. Maar je hebt gewoon in ieder land heb je een aantal van die hotels waarvan je als reisliefhebber weet van wauw, dat is wel echt fantastisch als je daar kan slapen. Maar dat is vaak in het normale programma, wordt dat gewoon budgetair niet haalbaar. En dan kunnen we bijvoorbeeld in het normale programma het nog wel eens als special stay aanbieden. Maar sommige dingen passen echt niet bij het rikshaw-programma als geheel. En kunnen we bij Unpack kunnen we iets makkelijker daar naartoe schakelen. Dus die kom je in die reizen ook wel hier en daar tegen. En wat we dus denken met deze reizen is juist door dat als verrassingsconcept te doen, dat we dus met lage marges kunnen werken, want er is minder werk te doen per reis. En dat geldt dan voor zowel voor rikshaw als lokaal, waar we met die kleine agentjes werken, die soms ook fungeren als agenten van grotere agenten. En als je dan met een grotere agent werkt, dan betaal je eigenlijk 2 keer marge. En hier heb je eigenlijk de kleine marge van de directe kleine agent alleen maar nog. En dus bij elkaar krijg je heel veel van de waarde van de reis krijg je echt terug. En er komt natuurlijk ook altijd bij dat als reisorganisatie proberen we de reis natuurlijk scherp in te kopen. Zodat het losboeken van de reizen altijd ook duurder is dan een totale reis. Als je puur kijkt naar alle elementen die in de reis zitten, afgezien van het werk. Nou, als je nog wat verder wil kijken naar hoe die Unpack-reizen eruit zien, misschien heb je alvast een beetje gekeken op de site. Op rikshawtravel.nl/unpack staat
een blog waarin nog iets meer staat uitgelegd over Unpack, wat we ermee bedoelen. En dan ook doorlink naar de verschillende reizen die er zijn op de drie bestemmingen. Maar je kunt ook direct naar de bestemmingen van Rikshaw Travel toe gaan. En dan op de rondreispagina kijken. En dan staat hij steeds als laatste rondreis gepresenteerd. Dan kun je hem daar gaan uitpakken. En via die rondreispagina's kun je dan ook een aanvraag doen. En uiteindelijk ook gewoon via een regulier boekingsformulier boeken. Het hele proces loopt eigenlijk gewoon hetzelfde als altijd bij Rikshaw. Dat doen we ook wel bewust, omdat we willen wel graag buiten de gebaande paden reizen. Maar we willen wel operationeel heel solide kunnen schakelen en zorgen dat alles goed onder controle is en met goede kwaliteit verloopt. En vandaar dat we daar dan weer de reguliere paden voor gebruiken. Ja, dan kom ik eigenlijk aan het eind van mijn presentatiedeeltje. En dan is het tijd om wat vragen te gaan stellen. En ik ga die vragen even hardop herhalen als ze binnenkomen. En dan zal ik ze vervolgens zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Dus shoot. Ik zie nog geen vragen binnenkomen, maar ik begrijp dat het soms ook eventjes duurt. Dus ik wacht nog even rustig af. Ik begrijp dat er al twee vragen zijn, maar die zie ik nog niet helemaal. Even kijken waar ik die kan vinden. Oh ja, ik zie nou de vragen binnenkomen. De eerste vraag die gesteld is alle drie de reizen lijken ons geweldig. We zijn in alle drie de bestemmingen nog niet geweest. En wat zou je aanbevelen? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik vind alle drie de bestemmingen geweldig zelf. Dat is ook een van de redenen waarom ik in deze drie bestemmingen ben begonnen. Omdat ik echt fan ben van alle drie de landen. Dus in die zin is het moeilijk kiezen. Maar je zou een paar factoren kunnen laten meespelen. Dus in de eerste plaats van wanneer ga je? Als je bijvoorbeeld in de zomer wil gaan, dan zou ik denken dat Thailand en Sri Lanka idealer zijn qua reistijd dan Japan. Als je meer in het najaar gaat, dan begint eigenlijk de regentijd in Thailand. En dan is misschien Japan en Sri Lanka weer het meeste ideaal. Dus dat hangt daar ook een beetje van af. Een budgetair gezien zit ook nog best wel verschil tussen de bestemmingen. Op dit moment is Thailand de meest goedkope bestemming. Die kost €125 per persoon per dag. En daarna Sri Lanka met €145 per persoon per dag. En dan
Japan. Japan is wel echt een heel slag duurder met €250 per persoon per dag. Dus je budget kan ook best wel leading zijn daarvoor. Maar alle drie zou ik, of je er nou geweest bent of niet, denk ik dat je alle drie ook heel goed kan doen als eerste ervaring in het land. Omdat we toch ook wel zorgen dat er een aantal fundamentele dingen van het land in terugkomen die je niet gemist had willen hebben als reiziger die voor het eerst naar het land toe gaat. Dan de volgende vraag. Over Thailand is hiken te doen qua afstanden. Nou, we hebben geen super lange hikes daarin gedaan die voor de meeste mensen te bont zouden worden. De langste hike die er normaal gesproken in zit is ongeveer 3 uur. Maar als je zelf bijvoorbeeld niet helemaal goed te been bent of helemaal niet zo houdt van hiken, is dat ook heel makkelijk te omzeilen of ietsje korter te maken. Dus dat is typisch iets om even aan te geven bij de intakegesprek van Unpack. Dan houden we daar rekening mee en maken we dat optimaal voor je. Maar het is niet, alle drie de bestemmingen zijn niet per definitie een hikebestemming waar je verwacht wordt grote afstanden te gaan lopen. De nadruk ligt toch wel echt op een afwisseling van ervaringen. De derde vraag is: Japan was 2 weken en hoe lang staat er voor de andere 2 reizen? Nou, eigenlijk hebben we in de basis hebben we alle drie de reizen op 2 weken gezet, of 15 dagen over het algemeen. Dat betekent dus als je 2 weken weggaat van zaterdag tot en met zondag, dat je ben je over het algemeen 15 dagen ter plekke. Dus daar is iedere reis in te doen. Maar ook voor iedere reis hebben we dingen bedacht om het langer te maken. En bijvoorbeeld, we zien heel veel in Thailand dat mensen meer naar 3 weken neigen om te gaan. Nou, dat is heel, we hebben daar een superleuke verlenging voor die het ook richting de 3 weken kan tillen. In Sri Lanka zie je dat wat minder vaak, dat mensen ook voor 3 weken gaan, maar dat is ook heel goed te doen. Zelfs de testklanten die we nu net terug hebben, die zijn zelf ook ruim 3 weken geweest en die gingen helemaal uit een bol. Dus dat was ook heel erg goed mogelijk. En Japan is in de basis 2 weken, maar wat ik ook al zei tijdens de presentatie, het is makkelijk te verlengen ook naar andere eilanden toe, die de reis dan nog een beetje een ander soort dimensie meegeven. De volgende vraag. Zijn er bij de eerder genoemde prijzen ook de vluchten inbegrepen? Nou, voor zover we vluchten gebruiken ter plekke zijn die inbegrepen, maar de internationale vluchten zijn niet inbegrepen. Dat werkt eigenlijk hetzelfde zoals de meeste van onze rikshareizen. Boeken we de internationale vluchten apart. We kunnen dat natuurlijk absoluut voor je regelen. We kunnen een goede vlucht erop laten aansluiten. Maar je kan het ook rustig zelf boeken als je interessante opties ziet of dat graag in eigen hand regelt. Dat is allebei te doen. Even kijken wat er nog meer is binnengekomen. Ik zie nu nog even geen vragen. Ik kan zelf misschien nog een paar tipjes van de sluier geven die nog interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor Thailand is nu sprake van een test-and-go-proces. Als je op reis gaat naar Thailand voor COVID, zijn er dan maatregelen? Dan moet je eigenlijk informatie invullen. Dat noemen ze Thailand Pass. En dan vervolgens ter plekke word je getest op de dag van aankomst. En dan moet je een nachtje in het hotel blijven. En dan volgende ochtend, als je dan negatief bent getest, dan word je vrijgelaten. Dus dat is op dit moment nog een drempeltje bij sommige Thailandreizen, omdat het toch een beetje spannend is van stel nou dat ik positief word getest, hoe gaat het dan? En dan zou je bijvoorbeeld nog een week in quarantaine moeten blijven in een hotel. En dat is natuurlijk niet leuk, want dan zou je reis in de soep kunnen lopen. Maar
De hoop is, en de verwachting ook al een beetje, is dat dat binnenkort zal worden afgeschaft. Je ziet eigenlijk Thailand stapsgewijs steeds meer maatregelen afschaffen. En de test and go is eigenlijk nog een beetje de last man standing. Dus ik heb eigenlijk wel een beetje de verwachting dat dat in de zomer helemaal niet meer aan de orde zal zijn. Het is ook zo dat de besmettingen in Thailand aardig naar beneden gaan. Dus dat is nog een beetje over Thailand. Wat ook nog misschien een interessant weetje is iets wat we terugkregen uit ons test-event. In november hebben we met Unpack op een directiereis-event gestaan. En met twee testgroepen. Eigenlijk aan u gevraagd van wat vind je er nou van om zo'n verrassingsreis te gaan doen? En hoe komt dat op je over? Wat zouden we eraan moeten aanpassen? En een van de dingen die naar boven kwamen is dat ongeveer een derde van de mensen die er waren ongeveer 40 mensen verzameld, die vonden een totale verrassing eigenlijk heel gaaf. En die zeiden, bring it on, we willen eigenlijk niks weten, kom maar door. En toen was er ongeveer twee derde van de groep, bijna twee derde, want er waren twee mensen die eigenlijk alles wilden weten. Dus die waren ook vrij uitzonderlijk, maar dan aan de andere kant van de medaille. Maar een vrij grote groep die wilde eigenlijk wel wat meer weten. Die wilde eigenlijk wel wat tipjes van de sluier, omdat het toch best wel spannend is om helemaal niks te weten als je een paar weken op reis gaat en ook toch nog wel redelijk veel geld daarvoor betaalt. Dus we hebben daarvoor ook een beetje middenweg bedacht. Als je dat ook zo voelt, geef dat dan aan. Dan sturen we je een variant die een paar tipjes van de sluier weergeeft. Het gaat absoluut niet alles worden van de reis, maar een klein beetje gevoel over de route en een aantal dingen die je gaat beleven, komen daarin terug. Dus dat is dan ook iets wat je dan kan vragen. Maar eigenlijk vinden we het natuurlijk het allerleukste als mensen helemaal niks willen weten, want dan kan het cadeau echt pas ter plekke worden uitgepakt en dan blijkt is de onbevangenheid totaal. Even kijken, er komen nog een paar vragen binnen. Iemand vraagt, onze interesse bij reizen is de oude geschiedenis en de lokale tradities van het land. Welke van de drie reizen gaat hier het meest op in? Eigenlijk gaan alle drie de reizen daar behoorlijk diep op in. Het is niet zo dat we constant mensen proberen te vermoeien met de geschiedenis van het land, maar we halen de geschiedenis wel vaak op als een soort context over om te begrijpen wat er ergens gebeurt. Dus spelenderwijs komt eigenlijk best wel veel van de geschiedenis van het land aan de orde. Lokale tradities die zijn ook eigenlijk in alle drie de landen vrij uitgebreid aan de orde. En misschien nog wel het meeste in Thailand zit bijvoorbeeld. Nou ja, laat ik zo zeggen. In Thailand zit misschien wel de meeste local feel, zeg maar. Dus dat je een tijdje leeft in de omgeving van hele lokale mensen en meemaakt wat er daar gaande is. Een land als Japan zit denk ik wel de meeste tradities en rituelen die dat land te bieden heeft. Juist omdat het natuurlijk echt een land is wat daarover gaat. En in Sri Lanka is het een beetje een mixje van allebei. Dus ik denk op zich met die interesse dat je alle drie de landen goed aan je trekken komt, maar je kunt wel een klein beetje accenten naar het een of naar het ander verleggen in de keuze van die bestemming. Een andere vraag is: is november een goede maand om Sri Lanka te bereizen? Zeker weten. Sri Lanka is eigenlijk een eiland waar je het hele jaar rond naartoe kan. Maar we kijken bij Unpack een beetje waar de regentijden zijn. Zo is de zomerreis naar Sri Lanka is anders dan de reis die we een groot deel van de rest van het jaar doen. En dat heeft te maken met waar het dan op dat moment regent. We vinden het altijd fijn om in zo'n reis ook een paar dagen op een mooie plek aan het strand te zitten, of op een eiland, of op een plek waar je echt even met zee en ontspanning kan zitten. En dan moet het natuurlijk niet pijpenstelen regenen, want dan wordt het een beetje een armoedige ervaring. Dus daar letten we eigenlijk per periode op. Maar november is een uitstekende tijd om daar naartoe te gaan.
komen op dit moment nog even geen vragen binnen, maar ik wacht nog heel eventjes af. Ik denk dat ik dan een beetje naar de afronding ga van deze sessie. Ik wil sowieso even meegeven dat deze live sessie is ook opgenomen. Dus we zullen later de link nog even delen waar je hem op kan terugkijken. Dus mocht je dingen van het verhaal hebben gemist, denk van wat zei hij daar nou precies over, dan kun je dat ook altijd nog doen. En voor de mensen die zich hadden opgegeven, maar toch op het laatst niet bleek te kunnen, die kunnen dan ook via die link de presentatie nog een keertje zien. Nou, ik ben heel benieuwd of Unpack bij jullie gaat resoneren of heeft geresoneerd. En ik ben benieuwd of jullie het aandurven om het op deze manier te doen. Laat het vooral weten. Het is voor ons ook een spannend experiment. Ik zou het heel leuk vinden als het lukt, omdat het ook echt iets zegt over het vertrouwen in onze organisatie. En ik word gewoon heel erg blij van deze manier van werken. Er komt nog één vraagje binnen op de valreep, die pak ik nog even mee. Kunnen we voor Japan mikken op september of is het beter om met oktober rekening te houden? Nou, de geluiden zoals ze nu zijn, is toch wel echt wel dat Japan in september open zou moeten zijn. Dus ik denk dat het mikken op september net zo veilig zou kunnen zijn als oktober. Dus dat kun je wel echt doen. Klimatologisch is oktober misschien nog iets optimaler dan september, omdat zeker begin van september kan het nog aan de warme kant zijn. En in oktober ga je een beetje naar 4, 25 graden toe. Dus dat is in Japan natuurlijk heerlijk. Omdat je ook veel in steden bent, is het dan niet zo warm. Maar in september is het ook prima toeven in Japan. Zeker in de tweede helft van september. Oké, dan gaan we het hierbij laten. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid vanavond. En ik zou zeggen, een heerlijke reiszomer gewenst. Of een reisnajaar, als dat er is. Of misschien zelfs nog in voorjaar. Tot ziens en tot later.